Bos en ik ben creative director hier bij Magoven. En dat doen we eigenlijk vanuit het team concept creatie. En wat wij eigenlijk doen is heel erg aan de voorkant zitten van het proces. Dus we gaan eigenlijk mee naar een klant en ja, vaak is die klant nog ineens met de vraag van ik wil een website hebben, maar meer van wat moet ik hebben? Is het een iPhone app? Is het een Facebook campagne? En dat proberen we voor hun in te vullen. Nou, naast onze meeting rooms hebben we eigenlijk ook dit soort, dit is ons brainstorm hok eigenlijk. En waar in de meeting rooms alles nog een beetje netjes achtergelaten moet worden voor de volgende klant, is het waar we alles op de muren kunnen kalken en helemaal los kunnen gaan. En ook zo min mogelijk een computerscherm te vinden is. Dus we noemen dat topless, geen laptop of wat dan ook hier. En dan gewoon op die manier proberen we die sessie te doen. Magoven is eigenlijk een hele platte organisatie, we hebben helemaal geen hiërarchie en we hebben ook eigenlijk geen afdelingencultuur. Dat hebben we eigenlijk ook helemaal uit proberen te krijgen. Dus we hebben allemaal vaste teams en het zijn allemaal teams die allemaal al verschillende disciplines hebben. Dus design, development, front-end development, projectleider en op die manier werken mensen samen. En om dan te voorkomen dat we dan een teamcultuur krijgen die weer los van elkaar werken, hebben we ook heel veel momenten dat we met samen zijn, dus bijvoorbeeld om 11 uur doen we een uitgelicht. Dan vertellen mensen aan elkaar van nou, ik heb net dit project gelanceerd. En te laten zien waarom dat dan zo bijzonder was. Om alle aspecten die erbij zijn komen kijken. Ik denk dat dat ons wel onderscheidt in hoe we eigenlijk een soort van gezamenlijke cultuur heel erg hebben.